Oh my god, dat is echt, die moet ik hebben. Kijken naar een nieuwe shoplog. Ik heb de afgelopen 2 weken best wel wat dingen binnengekregen. En het leek me leuk om die weer met jullie te gaan delen. Allereerst heb ik 3 kledingstukken mogen uitkiezen bij Ivy Revel. En Ivy Revel, dat is een Zweeds merk van Kenza. En Kenza, zij is een blogger eigenlijk. En ze begon jaren geleden een platform. En toen vervolgens is dat een soort, eigenlijk een heel merk geworden. En dat heet Ivy Revel. En die hebben superleuke, hippe kledingstukken. Een beetje gericht op meiden van, nou ja, laten we zeggen 18 tot 35 jaar zoiets denk ik. Best wel hip en gewoon heel fashionable. Ik vind het heel leuk. Ik ga je laten zien wat ik heb gekozen. Allereerst dit superleuke jasje. Fake verse met een leopard print. Ik vind hem echt super cute. Hij is ook heel erg zacht. Heel, ja, niet heel knuffelbaar eigenlijk. Het is een kort modelletje. Gewoon heel leuk. En hier op de zijkant staat er, om het een beetje te breken, de print, een soort streep. En aan de andere kant zit hij ook. En hij sluit gewoon tot bovenaan. Dus dat is eigenlijk best wel lekker als het koud is. Zoals vandaag super koud. Dan is dat wel heel relaxed. En hij heeft gewoon een hele simpele rits in het midden. Niks bijzonders. En dan ook eigenlijk met zwart hier. Echt super cute. Gewoon heel makkelijk. Die kan je echt met alles dragen ook weer. Met een leuke jeans of zo. Of gewoon, ik weet niet. Heel, je kan hem zo leuk maken als je het zelf wilde outfit. Dus daar ben ik super blij mee. Ik zocht eigenlijk al best wel een tijdje echt een perfect leopard jasje. En deze die is eigenlijk best wel perfect gewoon. Ik ben er heel blij mee. Dan als tweede. Deze, ja, ik weet niet zo goed hoe ik het moet noemen. Pastelgroene trui eigenlijk. Een beetje mosachtig, kan ik het zo noemen. Het is een beetje een crop model. Hij is wat korter dus. Zo zie je het misschien beter. En heel erg oversized. En ik vind het allemaal leuk ook om te dragen met zeg maar, een high-waisted broek of een rokje. Die dus echt zeg maar, wel een stukje hoger zit. Hij is niet heel erg kort, maar dan lijken sowieso je benen optisch langer. En het staat gewoon net even wat vlotter, vind ik. Met zo'n kortere trui, zeker als die oversized is. En verder is die gewoon heel clean. Geen ritjes of dingen. Alleen aan de zijkant is die hier nog... Hebben ze hem open, losgestikt eigenlijk. Dus die vind ik ook super leuk. Echt een hele mooie kleur. Ik hou sowieso van die pastelkleuren. En dit is ook echt zo'n zacht kleur. Dus vind ik echt heel leuk. Dan als derde van Ivy Revel... Ik ben helemaal into de yellow de laatste tijd. Echt super mooie kleur vind ik het nu. Echt heel bizar eigenlijk. Zeker ook weer zo'n pastelkleur geel vind ik echt top. Dus ik zag deze trui op de website. Echt een paaskleurtje eigenlijk. En daar was ik ook gelijk helemaal fan van. Hij is echt heel soft eigenlijk. Kijk, ik weet niet of je het goed kan zien. Zo'n beetje zo'n pluizerige trui eigenlijk. Dus niet echt katoen, maar zoals ik kijk wat het is. Oh ja, mohair en bol is het. Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik hem zelf niet super lang aan kan. Want ik krijg echt wel een beetje mijn ogen aan kriebelen en mijn huid. Dus het is niet een hele dag trui. Maar wel gewoon als ik er zelf even uit ga, dan vind ik dit een hele leuke trui. Maar als je dus net zoals ik soort van allergisch bent voor wol, dan is deze niet zo geschikt. Maar verder is het wel echt een super mooie trui. Heel clean, verder niks bijzonders. Maar gewoon heel mooi. En eigenlijk vrij basic. Oké, dat waren de eerste 3 dingen van Ivy Revel. En ik mag iets heel leuks doen. Ik mag namelijk 20% korting geven op de hele collectie van Ivy Revel. En dat is met de code JSCHOOTS20. Ik zal hem hier onder neerzetten. En dat geldt voor de gehele collectie. Dus maakt niet uit of het sale is of nieuw. Gaat gewoon overal 20% korting van af. Dus dat is echt super chill. Dan kijk ik geregeld op de website van Zara, de webshop. En soms zie ik echt super veel leuke dingen. En volgens mij is dat altijd zo dat je dan in één keer alles ziet waarvan je denkt, oké, dit wil ik hebben, dit wil ik hebben. En soms is het helemaal niks. En nu vind ik de laatste tijd best weer leuk worden bij de Zara. Ik had al een tijdje er niks gekocht eigenlijk. En nu vind ik dat de nieuwe collectie wel echt weer super mooi wordt. De kleuren ook. En daarom heb ik deze broek gekocht. Dat is deze. Geel met zwart, zoals je kan zien. En het zijn blokjes. Je moet er niet te lang naar kijken zo. Maar hij is heel... Ik vond hem super leuk. Ook weer dat geel. Ik weet niet. En de achterkant heeft hij gewoon 2 zakken hier op de billen. En het ritje vind ik heel chill. Die zit aan de zijkant. Dus dat vind ik ook heel mooi. Het is een hoge taille. Echt best wel hoog. En ja, ik weet niet, dat vind ik ook leuk. Die rits dan gewoon een soort van... toch wel zichtbaar is, maar toch ook weer een beetje hided of zo. Dan ziet het er heel erg mooi uit, vind ik, van de voorkant. En dit is een maatje small. En die zit echt top. Die zit echt perfect gewoon. En dan ook echt wel een stukje hoger. Net, volgens mij net boven de navel. En hij was €26. Dat vind ik ook helemaal niet zo duur eigenlijk. Dus dat is echt wel een aanrader. En hij is verder gewoon skinny. Dan heb ik kleding besteld bij Storets. En Storets is een Italiaanse webshop. En die focussen zich ja, best wel ook weer op bloggers eigenlijk, qua promotie sowieso. En ook weer op een wat jongere doelgroep. Eigenlijk een beetje hetzelfde idee als Ivy Revel, maar wel echt een andere stijl. En ik kijk er nu echt sinds, ik denk dat ik er een jaar of zo niet op had gekeken op die site. En nu keek ik en toen zag ik een setje en ik dacht gelijk, oh my god, dat is echt, die moet ik hebben. En toen heb ik hem ook gewoon gelijk gekocht. Ik heb heel vaak dat ik denk van, oké, Jacques, laat even bezinken, weet je. Misschien vind je het toch niet zo leuk, maar dit was echt gewoon gelijk love. En het kan zijn dat jullie hem voorbij hebben zien komen op Instagram. Het jasje heb ik al gedragen. Dit is echt super cute, vind ik. Dit is een jasje. Echt een beetje Chanel idee of zo. Heel chic. En hij heeft leuke pofmouwen. Heel cute. Dit is een maatje small. En hij is best wel ook weer oversized. En dan heeft hij van die zo'n parel look-achtige knopen heeft hij. Zo. Dus ik weet niet, ik vond hem zo leuk. Alleen dit jasje alleen al. Maar het is dus een set. En dat is samen met deze rok. Dat is deze. Kijk nou hoe cute. Ik was gelijk helemaal in love. Ik ben nog steeds helemaal in love trouwens. Echt heel erg leuk vind ik het. En dat koop je dus als set. Dus je kan niet het jasje loskopen van het rokje. Ik heb een S heb ik voor de set. En ik dacht eerst, want soms zijn rokjes dan bij mij te kort of die zitten dan te strak. Maar deze zat echt perfect. En het jasje is dus wat oversizeder. En het rokje die draag je dan iets hoger. Niet te hoger, dan wordt hij wel te kort. Maar dan zit hij echt perfect en dan zit hij wel aangesloten. Dus dat contrast vind ik ook heel erg leuk van dat oversized, zeg maar, dat is die truisers nu. En dan dus wat strakkers en in dit geval dat rokje erbij. Dat vind ik echt heel erg leuk. Maar ik vind wel dat als je dat nu met een panty draagt, komt het niet tot z'n recht. Weet je, als je hier een zwarte panty bij doet, dat is te hard. Ook al zou je een dunne denier dragen. Dus wat ik nu doe is dat ik eigenlijk nu alleen het jasje draag met een, ja, gewoon met een broek of ja, eigen broek. En dan als het warmer wordt en mijn benen er niet meer uitzien als melkflessen, dan dat ik hem dan draag met deze rok. Dus wel echt als set. Maar voor nu is het dus voor mij alleen even het jasje. Eigenlijk best wel jammer, maar sowieso draag ik geen huidsgeurige panties. Als je mijn vlogs vaker hebt gezien, dan weet je dat ik daar totaal niet, gewoon allergisch voor ben eigenlijk, voor huidsgeurige panties. En zwart is dus echt te hard. En verder... Ik vind dit een heel leuk effect. Het gerafel aan de onderkant, dat maakt hem even net iets minder, ja, hoe zeg je dat? Gewoon net even iets meer casual of zo. Echt heel leuk vind ik hem. En hier is de rits aan de zijkant. Zeg dat goed? Ja. Echt, ja, super blij mee. En prijs viel ook mee. Ik zal de link hieronder in de omschrijving zetten voor het setje, zoals makkelijk. Oké, en toen was het Valentijnsdag pas. En toen zei Niels tegen me, ik vind het zo stom, maar het cadeau wat ik voor je wilde kopen is uitverkocht. En toen liet hij het zien op de website, zei hij dus, als je maat weet, ga het nu bestellen. En dat was, dat zit hierin. In een Gucci doosje, dus dat is eigenlijk altijd goed volgens mij. Oké, struggle. Hebben we het ook altijd met verpakking dat het gewoon niet wil? Omdat je dan geneigd bent om het gewoon helemaal uit elkaar te trekken. Met deze doos is dat lastig, maar... Oké, ik heb dat dus echt, ja, altijd eigenlijk, dat ik niet wil of zo. Oké, dit is hem. Een riem. Super blij mee. Het is de mini versie. En die wilde ik super graag. Met het gouden logo en de riem zelf is zwart. En ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Ik wil dus inderdaad graag de kleine, omdat ik het mooi vind. En subtiel en niet te opzichtig, weet je. Het is er het logo, maar het is niet gelijk, bam, Gucci riem. Dat vind ik wel heel erg leuk. En ja, ik vind hem gewoon leuk dat het logo is een soort van mat goud. Dus niet super shiny. Een beetje vintage look eigenlijk. En ik heb een maat 80. En die kwam na een paar dagen binnen op, van de Gucci website. Volgens mij duurde 5 werkdagen of zo. Ik heb hem ook al een paar keer gedragen. Echt een super mooi cadeau. En weet je, dit is gewoon tijdloos, dit riempje. Ik weet niet, ik wilde hem al heel lang. En ik weet ook eigenlijk niet waar ik hem niet voor mezelf kocht. Maar ik had iedere keer weer schoenen. Ik dacht, oké, ja, die schoenen. En dacht ik, nou, ik kan wel leven zonder een riem. Maar stiekem wilde ik hem wel echt super graag. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. Echt super, echt een heel leuk Valentijns cadeau. Dan kon Loavies ook niet ontbreken in mijn shoplog. Allereerst deze top. Ik heb hem al gedragen. Groen met super leuke mouwen weer. Echt, ik hou van die details, mouwen en zo. Ja, heel cute. Wijd uitlopend en dan met lichtroze. Echt een hele leuke kleurencombi, vond ik. En het is een stretch top. Dus hij is wel zeg maar wat strakker. Hij sluit dus echt wel zo aan je lichaam. Maar dat is ook wel leuk, vind ik. En daarom vind ik het ook zo leuk die mouwen juist weer zo wijd uitlopen. Dus dat het er toch weer een beetje een speelser effect geeft of zo. En dan deze, nog in de verpakking. Dat is deze cute top. Ook heel erg leuk. Wel weer echt wat zomers of zo. Of voor de lente. Maar dat vind ik, weet je, daar ben ik ook wel weer een beetje aan toe. Dus ja, gewoon heel basic eigenlijk. Ook best wel stretchy. Maar niet zo super stretchy als die vorige top. Deze wel iets rechtervallend. Iets minder getailleerd. Dit is een maatje small. Ik heb hem dus nog niet gepast. Maar ik denk dat hij wel heel erg leuk is. Sowieso heel blij en vrolijk. Zit eigenlijk altijd wel goed volgens mij. Oké, jongens, dat was hem weer, de shoplog deze week. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En als je vragen hebt, stel ze gerust hieronder. Ik probeer zoveel mogelijk linkjes hieronder te zetten. Maar thanks voor het kijken. Abonneer je alsjeblieft. Komt binnenkort weer een giveaway aan bij de 500 abonnees. Dus als je geabonneerd bent of je bent nog niet, dan blijven of anders worden als je het leuk vindt. Thanks guys, tot de volgende keer. Ciao!